Hallo lieve vloggers. We hebben weer een nieuwe aflevering van Nathalie's Trimvlog. Deze keer hebben we Karen Woller op bezoek. En die gaat voor ons een Amerikaantje trimmen. Op het moment staat het Amerikaantje staat lekker in bad. Ze is lekker aan het soppen. En nou, ik hoop dat Karen alvast wat wil gaan vertellen. Nou, ik heb hier mijn eigen hond even in bad staan. Dit is Queenie. En Queenie wordt nu gewassen voor de wekelijkse wasbeurt. We hebben net even volgewassen. En dat kan gewoon ook in de dref. Ik kan ook een stripping shampoo gebruiken. Maar ik heb net even in de dref gaan. Gewoon even lekker al het vel er vast uit. Ik ben nu met de tweede wassing bezig. En dit is gewoon een lekkere verzorgende shampoo. En zijn we even lekker aan het instappen. Door al die haren heen. Ze gaan elke week in bad, hè, zei je? Ja, ze gaan lekker iedere week in bad. Is dat niet slecht? Voor een Amerikaan is dat ook helemaal niet slecht. En de mijnen die hebben ook altijd een hoop vrijheid. Dus ze worden ook echt vies. En als ik toch niet iedere week was, dan stinken ze ook echt. Dat is niet de bedoeling. En dat de mijnen natuurlijk ook wel eens meegaan naar shows. En ook voor wedstrijden gebruikt worden. Ja, wil je toch haar lekker in conditie houden. En vandaar doen we ze lekker één keer in de week wassen. En dan blijven ze helemaal op en top. En dan kunnen ze toch iedere dag lekker mee op wandeling. Zo, dan staat hij lekker in de zeep. Dan gaan we het uitspoelen. En je ziet al, Queenie is altijd heel braaf. En ze doet het natuurlijk iedere week. Dus die honden die weten gewoon wat er van ze verwacht wordt. En hoe oud is Queenie? Queenie is 4,5 jaar. Oh, dus ze weet inderdaad wel hoe het werkt. Ja. Al vanaf dat ze ongeveer 8 weken oud is, wordt ze eigenlijk wekelijks gewassen. Dan rennen ze er ook lekker snel aan als je het ook niet op tijd in bad zet. Een vak van Amerikaantjes net spons. Echt altijd. Dus dat neemt ontzettend veel water op. De buurt valt even dus weer goed is uitgespoeld. En dan gaan we er nu nog even een conditioner in doen. Deze die is lekker goed verdunbaar. Ze is heel vloeibaar. Dan kan je er ook lekker goed doorheen kneden. Dus je geen dikke papperige crème hebt. Laat je daar ook nog crème erin zitten of spoel je hem helemaal uit? Ik spoel hem half uit. Dus een klein beetje erin. Dus ik laat er wel een beetje in. Is dat niet slecht voor de vacht? Ook zijn die okseltjes. Nee, het is helemaal niet slecht voor de vacht. Deze conditions zijn eigenlijk zo goed dat
dat je er best wel wat in kan doen. Deze conditioner die kan je ook verdunnen als een anti-kletspray. Dan zou je hem ook tussen de wasbeurten door eigenlijk zo in de vacht kunnen sprayen. Tegen dat ik hem dan zo nog lekker even erin kan laten lopen, anders loopt hij gelijk weer uit de vacht. Dat is zonde, we houden niet van verspilling. Nee, want het is allemaal duur genoeg. Precies. En laat je het ook nog even intrekken. Heel klein stukje en dan spoel ik het dadelijk half uit. En dan is het tijd voor de föhn. Ja, het gedeelte waar ik nu mee ben begonnen is natuurlijk al even ingetrokken. Dus dan kunnen we daar weer rustig gaan spoelen. Nou, ze mag nog heel even intrekken. Een heel klein beetje zo over die rug. Zo, dan glimt hij dadelijk ook op dezelfde manier mee. Nou, ze gaat nog even intrekken. Lekker, en dan zijn we zo weer terug.
klaar met wassen en veulen. Er is geen grote blazer, of althans geen grote staande veun aan het pas gekomen. Ik heb het eigenlijk zelf nog nooit gezien, maar zoals jullie zien, ik ga even goed inzoomen. De hond is werkbaar super strak en dat alleen met het blazen. Dus ja, dat is wel enorm tijdbesparend als je het dus op de juiste manier doet. Je ziet dit, de hond heeft enorm veel haar. We hebben fans, ik ga het even laten zien. Kijk. Hallo meiden! Ja, dit willen ze natuurlijk niet missen. Hè. Je hebt natuurlijk niet altijd zo'n grootheid als Karen op visite die speciaal voor ons de vlog wil komen maken naar elkaar. Ik vind het echt geweldig dat je de moeite neemt. Heb ik hier natuurlijk ook Von naast me zitten. Onze beste vriendin Von. En die gaat even wat vragen stellen. Want ja, die is daar heel goed in. En Von, ik zou zeggen, brand los. Jij natuurlijk ook, Karen. Als jij wat te vertellen hebt, dan willen we het graag van je weten. Want ja. Nou, ik ben hem nu eerst even aan het doorkomen. Even. We hebben dus net helemaal geblazen. Gewoon strak uitgeblazen. En af en toe even de borstel erbij. Ik gebruik wel altijd alleen maar de lepoetsborstels. Die beschadigen het minst het haar. En dan ben ik nu even met het kammetje de hond aan het doorkammen. Wat je dan hebt na het blazen. Kijk, het is mooi strak. Ik ga hem nu knippen zoals ik dan de honden in de salon zou knippen. Dan gaan we niet verder afstijlen, maar dan gaan we gewoon meteen knippen. Als ik nou een hond voor de show heb, dan zou ik eerst nog wat verder afstijlen voordat we hem gaan knippen. Want dan willen we natuurlijk nog strakker effect hebben. En dat is voor de huishond eigenlijk niet nodig. Dus we gaan hem nu knippen alsof dat er een huishond op tafel staat. Kan je wat meer vertellen over deze hond? Want het is wel echt een hele mooie. Deze hond die heb ik zelf gefokt. En ook haar moeder en grootmoeder die waren ook al van mijn kennel. Mijn kennel heet Amy Woods overigens. En deze hond is 4,5 jaar oud. En heeft begin van dit jaar één nestje gehad. Dus ze is gewoon lang gebleven tijdens haar nest. Om de twee dagen wassen. En je ziet het resultaat. Als je het maar vaak was, dan kan dat best. Ze heeft daar niet heel veel van geleden, moet ik zeggen. Super mooi. Oké. Dus wat ik nou zo als eerste ga doen, van de rug ga ik nou niks afhalen. Want dat is eigenlijk nog mooi kort. Als er niks af hoeft, dan haal ik er ook niks af. Deze honden die worden natuurlijk wekelijks gewassen. Dus in feite doe je ze wassen blazen. Eigenlijk de wol die je anders eronder uit zou halen, die blaas je er eigenlijk iedere week al uit. Hetgeen wat los zit. En deze hond gaat nu dadelijk na deze knipbeurt gaat ze doorgroeien om weer mee naar wedstrijd te gaan. Dus dan ga ik sowieso 8 weken lang niks aan die rug doen. En dan ga ik ook de rug wat voorzichtiger behandelen. Gaat daar ook niet iedere week meer de blazer op, want dan zou ik geen wol meer hebben dadelijk. En dan zou ik ook niet kunnen plukken voor de wedstrijd. Dus die rug die doe ik dan lichtjes blazen op de laagste stand. We hebben nu bijna de hoogste stand gebruikt net. Dus als je dat goed doet, ik zal heel even uitleggen nog wat ik dan precies gedaan heb met blazen. Dus je begon op de rug zo. Dan pak ik de zijkanten. Ik pak het haar dan wel altijd een beetje op. Zodat je met kleinere stukjes begint. En dan laat ik eigenlijk steeds een stukje meer los. En dat komt er dan iedere keer bij. Dat stukje voor stukje wordt hij dan toch droog. En dan kan je hem toch met volle kracht blazen. En dat scheelt je gewoon, zeker op zo'n vacht, een half uur werk. Hoe kan je ervoor komen dat je de klit erin blaast? Door de blaasmond goed omlaag te houden. Dus niet omhoog gaan blazen, want dan
blaas je inderdaad meteen een hele dot eruit. Niet dat hij dan niet meer uitgaat, want ook als je de föhn weer terugzet, dan blaas je die wel wat los. Ja, maar iedere klit die je erin blaast, is ook weer een haartje wat los gaat laten, want je kampt het dan toch weer los. En dus hier ook, je pakt het dan, ik hou het haar dan weg eigenlijk. En dan föhn je dit stukje en dan leg je er eigenlijk iedere keer een stukje bij. Dat het over elkaar heen valt en rustig aan gewoon helemaal droog wordt. Ja, van beneden naar boven. Ja. Van beneden naar boven inderdaad. En dan zag je me inderdaad ook even het voetje oppakken. Dus dan pak ik ook de borstel erbij. Dan borstel ik dit omhoog en dan zet ik gewoon de blazer er recht onder, even onder het voetzooltje. En dan wordt dat ook weer mooi droog. Hetzelfde deed ik inderdaad aan de voorkant. Ja, dat was een tafel. Aan de voorkant, ook even het haar helemaal oppakte. Dat we hieronder even kunnen föhnen en dan stukje voor stukje dat erbij laten vallen. Dat ook helemaal tot in de oksels alles droog is. En hier pak je het haar dan ook even weg, dat stukje voor stukje ook droog wordt. En met de oren precies hetzelfde. Ik had daar van tevoren al een hoodie opgezet, dat geluid wat meer dempt. Tijdens het föhnen zag je mij ook het oor dicht houden, zodat ik die blazer niet vol in die oren zet. Ik zet dan ook de blazer ietsjes rustiger als ik het bij de gehoorgang ga föhnen. En dan ook weer stukje voor stukje kan je het gewoon droog föhnen. En dan heb je toch de hele rond gedaan met de blazer. Dus wat we nu gaan doen is eerst de voet knippen. Hadden jullie een vraag? Nee. Nou, ik ga beginnen met het achterbeentje te knippen. Ik begin eigenlijk altijd op de achterbenen. En zo werk ik van achter naar voor. Dus ik zet het profiel van de hond er van achter naar voor in. Nou hoef ik hier al niet zo heel erg veel meer af te halen. Omdat er natuurlijk 3 weken geleden een vrij hoog profiel in is gezet op een wedstrijd. Dus je ziet het profiel nog wel duidelijk staan. Maar er kan al wel weer een stukje af. Ik ga even een aantal scharen pakken. Dit zijn allemaal sensei scharen. Deze is van de pupset en de andere dat is de ref, die zit bij de open set. En de open set die rechtsschaar heb ik ook bij, die ziet er zo uit. Dus het voordeel daarvan is dat je als je minder druk zet, dat je ook met het open gedeelte kan gaan knippen. En jij bent linkshandig. Ik ben linkshandig inderdaad. En ik knip me. Dit zijn rechtshandige scharen van Sensei. We krijgen steeds meer, hoe noem je dat, fans. Die gaan eventjes nog even doen. Kijk, wat is daar? Oeh, Liek, ik zit je denken meteen, ben ik aan het filmen. Toch niet zo veel zien. Nou, kijk. Wat een leuke fans allemaal. Want ik zoveel fans had, zijn allemaal speciaal gekomen om Karen te zien. Dus Karen, je staat bij ons hoog in het vaandel, ja. Hè? Hallo. Ja. Oké, nou even tot. Nou, voordat we beginnen met het achterbeen te knippen, ga ik het eerst natuurlijk weer doorkammen. Je blijft maar kammen. Dat, alles wat je knipt, kammen. Wat nu als ik het achterbeen ga knippen? Ik pak eerst al het haar bij elkaar, als de voet nog staat, en dan draai ik hem pas om. En dan knip ik hier eerst met een wat kleiner schaartje even het haar van de voetzooltjes af. Van tevoren heb je natuurlijk eerst die kussentjes al vrijgemaakt. En dit haar knip je dan even langs de teentjes af vrij. Dat mag ook gewoon vrij kort. Dat hoeft helemaal niet heel lang te blijven. Ik zie vaak dat kokkers juist onder hun voeten nog heel pompeus zijn. Echt nog heel dik.
En dan pak ik mijn gebogen schaar uit de pupset. En dan ga ik eigenlijk vanaf die tenen hier al even die ronding maken. En hier mag het gewoon zo recht langs het kussentje af. Ik knip hem vaak al ietsjes verder door naar voren, want ik doe dat natuurlijk al zo lang dat ik al weet waar ik ongeveer eindig. Als je daar nog niet zeker van bent, knip het dan ook gewoon nog niet door. Dan gaan we dit weer allemaal naar beneden kammen. Even blijven staan. En dan begin ik op de hak. Ik werk eigenlijk van achteruit. Ga ik dan de lijn naar voren knippen. En dan verbind ik het alweer aan het gedeelte dat ik net van onderuit geknipt heb. Nog even een stukje naar de voorkant. Kijk eens, nou zie je hier, zie je alweer het lijntje lopen wat van onderuit kwam. En van hier kan je alweer de lijn naar boven gaan maken. Kijk, het voordeel van het gebruik met de ronde schaar is dat die al in de ronding meegaat. Dus eigenlijk een heel makkelijk hulpmiddeltje dan op zo'n manier. En om nou dit gedeelte hiervoor makkelijk te knippen, kijk, we staan hier natuurlijk redelijk donker. Ik heb weinig verlichting op die voet staan. Dus het staat eigenlijk een beetje in een blinde vlek te werken. Dan pak je dit haar gewoon op. Kam je dit naar beneden. En dan knip je het haar hier gewoon even af. Tot aan waar je de tenen voelt. Ik ga een beetje bijschrijven met je telefoon. Mag ook op mijn telefoon, hoor. Dat is misschien wel beter voor elkaar. Even blijven staan, meisje. Ik zet hem ook niet te ver weg naar achter, want anders kan hij niet meer uit zichzelf blijven staan. Ik krijg nu verlichting. Loesje! En dan zie je het ook al gelijk beter hoe, dat, hoe het haar loopt. Anders blijft het toch een beetje een zwart gat. Blijf even staan, mopje. En als ik dan de voet van aan de andere kant ga knippen, dan pak ik dit been altijd even op. En dan kam ik alles gewoon recht. En dan knip je aan de binnenkant de ronding er even gelijk aan het gedeelte aan de buitenkant. Want mag ik vragen, dit is een huishondenmodel. Voor een showmodel zou dit te kort zijn? Nee hoor. Dit mag ook in de showring. Wat korter opgeknipt. Ik heb haar de laatste keer op de wedstrijd natuurlijk wat meer profiel gegeven, wat hoger opgeknipt. Maar dat mag ook gewoon voor de showring. Je ziet steeds extremer toiletten, ook bij de Amerikanen in de ring. Alles moet nog strakker, nog verfijnder. Zie je wel dat deze een enorme goede hoeking heeft, hè? Ja, dus die hoef ik er eigenlijk ook al niet in te knippen. Kijk, ze heeft al gewoon heel veel hoeking achter op dat been. Haar hak is mooi laag, dus dat werkt natuurlijk wel mee om ja, wat makkelijker te knippen. Een hond die wat minder goed in elkaar zit, ja, daar zal je ook wat meer aan moeten gaan camoufleren dan. Om die hoekingen nog te gaan creëren.
Kijk, om het laatste randje nou te kunnen knippen, schiet ik er even voor langs. Ga ik even op mijn hurken zitten. Want dan kan ik er even mooi onder kijken. En dan knip ik het laatste randje even mooi recht. Gelijk even de binnenkant controleren. Want je knipt hem eigenlijk zo vrij dat het haar niet meer op de tafel hangt. Ook niet als hij met zijn beentjes achteruit staat. En dan kan je er eigenlijk gewoon onderdoor knippen. Zo, dan hebben we die voet geknipt. Dan ga ik even van schaar wisselen. Dan ga ik even mijn rechterschaar pakken. En dan kan ik even dat stukje... Even wachten, kijk. Even uit. Ja, ik heb even van schaar gewisseld. Ik heb nu even een rechte schaar gepakt. Dan kan ik even het middenstuk knippen. Die staat er niet helemaal lekker voor. Maar anders sta ik voor de camera. Dus kan je even het middenstukje wat rechter maken. Haar buiklijn mag gewoon recht zijn. Blijf even staan. En ik hou altijd het puntje van de schaar iets omhoog als ik erin knip. Het voordeel daarvan is wat je dan, als je zo knipt, dan hangt er altijd nog wel wat uit. En als je dan even zo knipt, dan maak je dit randje meteen recht. Dan gaan eigenlijk de haartjes die hier aan de binnenkant zijn net een fractie pitten. Dan hangt er niks meer over. Ik denk dat je even je hondje even moet waarschuwen. Ja, dit wordt natuurlijk allemaal in de trimsalon opgenomen, hè? Dus ja, wij hebben helaas geen aparte ruimte waar we dit kunnen doen. Goed, dan moeten jullie er maar even doorheen kijken en doorheen luisteren. We hebben de hele middag lekker gefilmd. We hebben speciaal wat minder honden neergezet vandaag, zodat we deze vlog konden maken. Zal ik even de camera verzetten? Ja, is misschien wel ja. Ik ga hem even verzetten. Handen. Dan ga ik nu naar het voorbeen. Ja. Kom klein. Even verzetten. Kan iemand anders daar de hoofd doen? Maar niet op omhoog zetten, zeg maar. Nou, dan gaan we nu naar het voorbeentje. Ik heb er even een andere schaar gepakt. Dit is de ref gebogen schaar, ook van Sensei. We zorgen dat echt het voetje ook heel goed klitvrij is, ook tussen de teentjes. Kijk, ik gebruik een heel fijn vertand kammetje, dus het is ook echt wel helemaal klittenvrij dan. Even een klein voetenschaartje erbij. En ook weer bij het voorbeen, als je dat gaat knippen, je pakt al het haar naar beneden. En voordat je de voet gaat ombuigen, hè, dat eerst alles goed naar beneden is en dan pas ombuigen. Want anders dan knip je al te veel haar weg aan de voorkant. Dan ga je even dit aan de binnenkant. Knip je dat? Dan sta ik natuurlijk weer tegen de richting in. Wacht, ik zal het nog even een keer oppakken.
veel. Dan doen we eigenlijk hetzelfde als met de achterpoot. Nou even het haar rondom die voetkussens weghalen. Dan pakken we hier ook weer even dat eerste randje even mee. Karen, doe jij ook bijvoorbeeld als mensen bij jou in de salon een workshop willen of zo? Kunnen ze daarvoor bij jou terecht of voor privéles? Ja, dat kan ook. Ja. Ik kan mijn privé workshops doen. In groepsverband kan ook met kleine groepjes 3-4 mensen tegelijk. Maar je kan me ook uitnodigen als je denkt van ik heb meerdere mensen die het leuk vinden dat ik voor een groepje van 8 tot 10 mensen een workshop ga geven op verschillende niveaus. Ook voor beginners en gevorderden, maar ook gewoon voor de huishond. En dat noemen we dan de vachtonderhoud workshop. Ja, en dan leren mensen ook echt van hoe kan ik mijn kokker het best onderhouden. Ja, hoe kan ik het beste kammen. We leren ze dan ook een klein beetje een voetje uitknippen. We leren ze wat haar van de rug af te plukken. En hoe ze met het kammetje het makkelijkst kunnen ontwollen. En zodat we een goed onderhouden kokker in de trimsalon krijgen. Okay. En dat ze niet gaan verfilten. En dat is meestal op zondagen? Ja, meestal hebben we in de weekenden dat we die dagen plannen. Dan kunnen ook de meeste mensen. En eens in de zoveel tijd dan hebben we die workshops. Oké, leuk. En daarvoor? Daarvoor kan je mijn Facebookpagina in de gaten houden. Hondentrimsalon Nudels, Heerengewaard. Daar worden altijd de flyers op gepost wat er te doen is in de salon. Of ze kunnen natuurlijk even aan mij vragen. Ja, of ze kunnen het aan Nathalie vragen en die heeft ook mijn adres. Klopt. Ik ga even een stukje terugzetten, want ze staat echt net zo op de rand. Hier kan je ook weer alles netjes naar beneden. Kijk, dan ben je hier net geëindigd bij de rok. Dan gaan we daar eigenlijk vanaf gaan we weer beginnen. Dat je het voetje daar ook weer rond maakt. Blijf even staan. Mokken. We hadden er net even een oponthoud voor iemand die even naadjes kwam knippen. Dus ja, dat gaat natuurlijk allemaal door. We zijn natuurlijk gewoon open. Dat is geen probleem, doen we gewoon even tussendoor. Sorry dat we jullie er even voor moesten onderbreken. Kom op, die wel stilstaan, hè? Lijkt het jullie nou ook leuk dat ik van jullie een vlog maak? Schoon niet om het te vragen, hè? Heb je een leuk ras wat je specialiteit is? Dan kom ik graag een dagje bij je vloggen. Of je komt naar Nathalie toe. Of je komt naar mij toe, net zoals wat Karen doet. Eigenlijk had ik met haar afgesproken dat ik bij haar zou komen, maar ik kan nog steeds geen auto rijden, dus het wordt een beetje problematisch. In het weekend kunnen we eigenlijk altijd de weekenden, dan komt Kar gezellig mee. Dus heb je een leuk ras en dat wil je laten zien, dan volgens mij staat jouw hond Kar. Ja, ik denk dat de puppy er niet helemaal mee eens is dat mama op tafel staat. Nou, horen jullie ook eens even hoe de honden van Kar tekeer kunnen gaan? Ja, ja. Zijn we er een stelletje af en toe? Hè? Anders moet iemand hem even op schoot nemen.
Oh, normaal kan hij ook stil zijn hoor. Nou, we hebben er nog niet veel van gemerkt. Straks was je stil. Nee, doet hij nooit. Je kan wel zien dat ze het gewend is, hè? Want ze is echt heel braaf met knippen. Het kan natuurlijk ook niet anders, hè? Nee, deze hond staat echt iedere week op tafel. En, niet om iedere week te knippen, maar wel om iedere week te wassen en te feunen. Misschien moet ze even een kusje doen. Ik ga hem heel even in beeld nemen. Kijk, dat is de boosdoener. Oh. Miertje. 1, 2. Dat is het kind. Dat is het kind. En nou zegt mama, waar ga je met mijn kind naartoe? Dus die wilde aanzetten om van de tafel af te gaan. Nou, het kind gaat even bij Von op schoot. Dan kunnen wij nog even gewoon rustig verder gaan. Nou. Kunnen we weer, hè? Kom, ga maar even rusten. Ja, ter controle pak ik dat voetje ook nog altijd even op. En dan zie je toch dat er nog van alles tussenuit steekt. Dus dan ga je het vanaf hier ook weer rondmaken. Nee, niet trekken. Ik is normaal natuurlijk ook niet gewend dat iemand er vasthoudt. We hebben net al de nageltjes geknipt en de voetzooltjes uitgeknipt, hè? Ja. Dus we deden alleen maar alles wat buiten het zooltje valt, dat hadden we afgeknipt. Dus goed voor mijn rechter spierbal. Ja, gaat ze zo hangen. Mm-hmm. Dan zorg je dat het voetje gewoon mooi recht en zo half rond geknipt wordt. Ja, dus gelijk de puntjes die net omhoog staken, ja, die zijn er nu eigenlijk af. En voor het voorbeen geldt ook weer dat als we dan de binnenkant gaan knippen, dan pakken we ook weer dit been weer even omhoog. En dan kan je er mooi onder kijken. En dan verbind je het weer aan het stuk wat je net al geknipt hebt. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Dan hebben we eigenlijk al een halve rond geknipt. Kan je hem even aan de zijkant laten zien, is het goed? Ja. Kom maar, ga je bandje even af doen. Ja, want Demi wilde zo wel even vast zetten. Ja. Kom eens. Kijk, hebben we even wat meer zicht. Nou. Ja, dus dan valt het profiel zo erin. En dit is een model wat ook nog de lengte waarin nog in geshowd kan worden, maar toch al wat meer opgeknipt. Dat hoeft niet allemaal met van die hele grove voeten. Er mag best wel wat meer profiel in zitten en wat elegantie. Heb je nou een Amerikaan op tafel die lang blijft in je salon, dan zou je hem eventueel nog net een fractie hoger op kunnen knippen. Hè, dat je vanaf de hak nog een klein stukje meer meepakt eigenlijk. Hè, de rok eventueel nog ietsjes hoger zet. Hè, dan verhoog je het complete model eigenlijk weer. Ga hier nooit in knippen. En je ziet ook bij deze, het lijkt dat die rok laag hangt. Maar die rok die begint eigenlijk al hier. Ja, dus die is eigenlijk vrij lang. Dat valt er allemaal overheen. Maar dat je hier altijd die haren er overheen plukt.
en ook gewoon uitholt met een, ja, met een fijn getand kammetje, wat ik nu dus weer niet bij heb. Ik heb wel, wel even dat kammetje, maar dan bedoel ik het echte kammetje waar je de elastiekjes door doet. Dan kan je met van pup af aan, kan je daar wat mee kammen in de rok. En dan komt die netjes in elkaar over te lopen. Zodra je hierin gaat knippen, dan ga je lijnen erin maken. En dan gaat het ook altijd krullen. En dan moet je ook gewoon blijven knippen. Want het blijft altijd uitsteken. En dat is hier met de bilbeharing net zo. He, die pluk je wel wat lager. He, want het blijft niet zo hoog staan als daar. Dus het profiel gaat eigenlijk daar een beetje naar beneden. He, dus weer gelijk aan de kroontjes hierachter loopt hier in een boogje het smallere gedeelte van de billen. Die dan ook gewoon weer netjes in de lange beharing overlopen. Ik zal hier alvast ook het stukje van het staartje nog even bijknippen. Hierachter mag je dit gewoon knippen. Dit stukje hoef je niet te plukken. Dat is een gevoelig plekje en het mag gerust met de schaar. Hondhaar is niet lekker als je het plukt. Nee. Dat is nergens lekker. Dat mag gewoon lekker met... Dat is met, lekker. Ik heb het lief. Gaat de Ik en ook de staart. Ik knip de staart gewoon aan de onderkant gewoon rechtop. Ja. Bij de shoulder gaat hij natuurlijk al te kort. Laten we geen vlag eraan. Bij de meeste huishonden die ik krijg in de salon blijft er wel een klein vlaggetje aan zitten. Ja, en dat vind ik jammer. Want ik vind dit namelijk ontzettend mooi. Maar goed. Ja, het is ook wel praktisch. Ik doe meestal bij puppy's tot een maand of 7, 8... Laat ik eigenlijk wat meer beharing eraan. En daarna gaat hij, zodra ik de rug geplukt heb, gaat ook de staart mee. Wat ik wel altijd doe bij de staart. Als je een vlag maakt aan de staart, pluk dan het bovenstuk van de staart ook mee. Want hier zit ook gewoon haar op wat tot rijping komt. Hetzelfde als op de rug. Pluk dit gedeelte gewoon mee. Dan vallen die haren netjes lang naar de zijkanten. En kan je een hele mooie vlag erop knippen. Doe je dat niet, gaat het haar krullen. En dan krijg je zo'n krul... Een krulstaart. Een krulstaartje. Ja, en dan kan je gewoon nooit netjes een vlag erop knippen. Ik denk dat klanten ook heel snel bang zijn voor een beetje een natte staart. Terwijl ze oogt het helemaal niet. Als nee. Dat is niet... Nee. Kijk, vroeger werden ze natuurlijk tot hier gekopieerd. En dan was het niet anders. En nu, de standaard geeft nog steeds niet aan hoe ze de staart willen hebben. Kort of lang. Dus het mag in feite allebei. Ik vind dit eigenlijk wel netter. Want ja, je hebt je hele hond afgesteld. En dan hangt er nog iets achteraan. Wat maar een beetje floddert eigenlijk. Dus ik vind het zelf persoonlijk netter met een korter staartje. Dan ga ik nu nog even naar het hoofd. Ja, dat want we even... hebben natuurlijk het hoofd nog niet opgeschoren. Waar ik dan altijd mee begin. We hebben natuurlijk geen clipje. Nou, je hebt haar toch? Zal ik toch even je oortje vasthouden? Oh ja, dan hou jij even over. Maar dan zit ik hier altijd even een haarklipje op. Dan blijven die oren netjes omhoog. Dan loop je ook niet het risico dat je de oorbeharing eraf scheert. Nou, als de hond staat, dan valt het borsthaar altijd op de goede hoogte als hij zit. Komt het haar wat omhoog. Ga je scheren als hij zit en dan gaat daarna weer staan, dan hangt het haar dus te laag. En dus als hij staat, je zoekt het borstbeen op. Nou, daar zit het borstbeen. Ik scheer haar precies vanaf het borstbeen. Bij honden die wat minder goed bedeeld zijn in de voorhand, waar je het borstbeen minder goed voelt, zou je een vinger breder erboven kunnen blijven, dat het de borst wat voller lijkt. Nou, zij heeft voldoende van zichzelf, dat is helemaal niet nodig. En dan beginnen we van onderaf naar boven te scheren. Ik gebruik een 10, dus 1,5 millimeter, en dan scheer ik tegen de richting in.
de strak houden van de halsplooien. Ja. Ik hou wel de halsplooien even strak. Hier gewoon alles omhoog. Hier mag je, het is tegenwoordig niet meer één baantje. Maar je mag best meerdere. Ik scheer hem tot aan de kroontjes, zeg maar. Je hebt hier, ieder hond heeft hier van die draantjes, van die soort van weerborsteltjes. Hè, kroontjes. Waar het haar de andere kant op gaat. Tot daar scheer ik het tegen. En hier zit er nog zo een. Dus hier ga je eigenlijk met de lijn tot achter het oor, scheer het gewoon allemaal tegen. Dus dat ga ik nu even doen. Kijk, wat ik dan altijd doe is een klein stukje er tegenin terugscheren. En de rest doe je met de evalueerschaar. Dat werk je dadelijk bij. En dan mag je de oor los. Tot hoe hoog scheren dan? In de nek? Ja, tot hoe hoog ga je? Neem je hele wang mee? Blijf je ja, wang? Ja, dat ga ik nu vertellen. Kijk, ik ga vanuit het oor, pak ik hier de binnenkant van het oor pak ik mee. Ik scheer tot schuin boven de ooghoek. En dit scheert allemaal tegen tot aan de mondhoek. Hier zit de mondhoek. Scheert allemaal tegen en dan onder, ik pak altijd mijn vinger hierin zo. Dan kan je dit hoekje mooi eruit scheren. Je blijkt die plooi goed te pakken. En dit scheer ik dan altijd even mee. Dan blijven die lippen ietsjes voller. Hier mag je dan wel lippen even scheren. De neusrug mag je ook gewoon even scheren. Nee, dan doen we aan de andere kant doen we dat ook even. Nu mag je ook een klein stukje alweer even terug. Ja, een baantje. Ik kon deze niet te strak erin zetten, want dan wordt het gelijk iets te diep. En gewoon losjes even erover halen. Hier ook, ik haal hem hier gewoon losjes over. Dan heb je hier gelijk die overgang van het lange naar het korte gedeelte. Ik doe hem aan de andere kant ook even. Dan moet je daarom niet meer zoveel aan te knippen. Kijk, dan doe je eigenlijk tot in een klein boogje boven het oog. Ik zie al dat dit kleine hoekje ook altijd heel even een stukje mee dat eruit is. Dus iedereen heeft natuurlijk een beetje zijn eigen manier om dat hoofdje te creëren. Dit is het mijne en ik vind het op deze manier makkelijk. Kijk, de binnenkant van het oor ook. Maar gewoon helemaal kort. Nee, dat gaat tegen. Ja. De binnenkant mag ook gewoon tegen. Hier moet je altijd even uitkijken voor die foutjes die in de binnenkant zitten. Voor het begin even hier doorheen. Ja, nou, gewoon goed voelen waar je uithangt met die tondeuzen. Kijk, ook de buitenkant ook. Ja, hier zit het natuurlijk nog heel duidelijk in. Dat het nog niet zo heel lang geleden is. Maar dit is toch alweer een vacht van 3 weken. Kijk, waar ik nu van afscheer, is hier zit zo'n verdikkingje in het oor. En dan gaat het oor ook gelijk schuin naar voren.
daar laat ik altijd het haar net op staan. Want als je het dan loslaat, dan is dit nog gewoon een net en recht oortje. Ga je dit meteen meepakken, kijk dan, dan scheer je dat weg en dan krijg je dus dit. Hè? Dat je dus dat puntje eruit laat steken. Dat is gewoon heel lelijk. En aan de voorkant ook, je kijkt naar de draaiing van het oor. En waar de draaiing ophoudt, daar begin je met scheren. Ik zet al mijn vinger goed erachter. Elke kan je met je vinger kan je glijden om te scheren. Dan scheer je ook niet in dat randje. Kijk, dan kan je op al die plekken kan je dat natuurlijk doen. Hè? Dat je met je vinger een beetje onder dat oor mee helpt. Kijk, dat doe ik dan een klein stukje met een boogje eromheen. En dan gaan we een klein stukje tegen. Nu gaan we dadelijk de afwerking doen met de schaar. Hier heb je nog een klein stukje dat ook nog tegen kan. En dit gedeelte gaan we dadelijk met de schaar nog iets verfijner afwerken. Nou, aan de andere kant doe je hetzelfde. Wat wil je aan doen? Nee? Dat is aan het gapen. Sorry. Even een momentje. Wat zag ik? Je hebt hem ook echt op de zoom staan. De meiden zijn gewoon heel moe van de hele dag werken. En dan moeten ze nog even naar mij gaan kijken. Ja, maar luister. Haar en het meen ik oprecht, waar vind je dit? Dat iemand gewoon de moeite neemt, want Karen doet het geheel belangeloos, dat je gewoon de moeite neemt om helemaal uit, waar woon je ook alweer, waar heb je dan? Hier in Nieuwvoorwaard. Om helemaal deze kant op te komen op je vrije dag, om dan voor mijn vlog zeg maar een demonstratie te geven. Nou, ik vind het echt top. Te laten zien wat jouw specialisme is. Ja. Ja, inderdaad. Om te zien waarom jij het best bent. Ja, ja. Ik vind het leuk om te doen. Je kan maar een passie hebben. Ja, dat is waar. Ja. Kijk, je maakt hier hopelijk een heleboel trimsters gewoon heel blij mee. Dit stukje van kort naar dadelijk de knip, dat doe ik altijd met de tondeuse even een klein stukje. Kijk, als je handig bent met de tondeuse, kan je al heel veel... alvast bijwerken, dan hoef je dat allemaal niet meer te knippen. He, dus ik... Ja, dan laat je het alvast een beetje overlopen. Moet je wel zelf wat mee puzzelen. Dan, kijk, ook lichtjes al een beetje over het achterhoofd. Ja, want ik zie best vaak, hè, want dat is natuurlijk ook beschreven, dat ze zeg maar zo'n plukje op het hoofd moeten hebben. En dan wordt er besproken, dat moet toch een driehoek of... Ja, ze zeggen van kokken moet een kuif hebben. Ja. Maar een kokken moet natuurlijk geen overdreven kuif hebben. Het moet eigenlijk een accent zijn op het hoofd, dat het hoofd rond wordt. Ja, want hij hoort natuurlijk van zichzelf een rond hoofd te hebben. Nou is bij haar, zoals ik haar kaal zou scheren op die kop, dan heeft ze nog een rond hoofd. Ja, want dit hoofd is gewoon helemaal rond. Ja, zowel zo als zo is het gewoon helemaal rond. Hè. Zo'n appelvormig hoofdje hebben. Hebben ze dat niet, en dan zou je iets meer haar moeten gaan laten staan. Dus wat je dan eigenlijk doet, is altijd dit hoekje altijd goed weg.
Ja, dus dat de stop altijd mooi kort is. He, je haalt het haar boven de ogen weg. Kijk, ik doe dat gewoon met de rechterschaar. Ik vind het eigenlijk zelfs nog veiliger dan met een epilair. Met de epilair moet je toch een paar keer vaker knippen. En nou knip je het eigenlijk in één keer meteen helemaal weg. Dat je eigenlijk net boven het oog, eigenlijk op die wenkbrauw, daar maak je het kort. Maar niet zo kort dat je in één keer een hap krijgt natuurlijk. En dan laat je het middenstuk eigenlijk weer net iets langer. En hier maak je het weer kort. En dan krijg je toch een bol. Zonder dat die kuif naar voren komt vallen. Want doordat je het hier korter maakt, kan die niet meer naar voren vallen. Kom maar meisje. Ja, het is ook een beetje klaar vandaag. Hè? Dus dan ga ik dit nog even bijwerken. Daar gebruik ik de Evelier uit de pupset voor, ook weer van Sensei. Wil je soms gesponsord door de Sensei? Nee hoor. Maar een product dat goed is mag best benoemd worden. En ik ben super tevreden over deze Evelierschaar. Ik zie het. Hij knipt fantastisch. En dat is de gewone pupset? Ja, dus gewoon de Evelier uit de pupset. Het is fantastisch dat iemand linkshandig daar gewoon zo ontzettend goed mee kan knippen. Ja, met een rechtshandige schaar. Ja, ik ben natuurlijk al 18 jaar niks anders gewend dan met rechtshandige scharen te knippen. Kijk, en ik heb het natuurlijk ook even geprobeerd om weer op linkshandig over te gaan, maar... mijn handen die staan op dusdanige manier gevormd eigenlijk al op de scharen. Omdat je al zoveel jaren met rechtshandig knipt, dat die overgang gewoon eigenlijk niet te doen was. Ik heb gewoon letterlijk 2 maanden lang lopen vloeken met de scharen. Om maar te kunnen zien of het wel ging werken voor mij. En de ene keer kwam er een stukje af en de andere keer liepen ze weer vast. En dat ik op een gegeven moment gezegd heb van nou, we ruilen het hele zaakje om en ik krijg toch maar weer op reis, want het werkte gewoon niet. Dus je moet gewoon met de scharen knippen die je zelf fijn vindt. En ook al ben je linkshandig, als je beter met rechts kan knippen, nou dan doe je gewoon met rechtshandige scharen knippen. En ook dit stukje bij de oogjes, dat maken we dan een klein beetje vrij. Wat ik ondertussen ook gedaan heb, is de wimpertjes knippen. Niet helemaal kort, hè? Wel wat wimperhouden, maar ik maak ze wel iets korter. Ik vind het zelf persoonlijk heel lelijk als hier van die krulwimpers hangen. Ik vind het eigenlijk veel netter zo. Dan heb je dat hele hoofdje netjes en dan hangt er nog zo'n krulwimpertje uit. Dan zullen weinig mensen jou dat in dank afnemen. Want ze vinden dat denk ik heel erg schattig als een hondje van die wimpers. Ja, ik hoor het meer dat mensen allemaal die wimpers aan hebben. En laat ik nu geen enkele klant hebben die ze überhaupt eraan wil hebben. Dus ik denk dat het ook een beetje is hoe je je klanten daarmee opvoedt. Kijk, dit randje bij de oor, dat knippen we ook gewoon netjes gewoon helemaal kort af. Dat die draaiing gewoon netjes in het oor valt. Daar krijgt hij een heel mooi elegant oortje van. En dat doen we aan de andere kant ook. Wel altijd even voelen waar je uithangt natuurlijk. Altijd even eerst het randje voelen. En dan pas afknippen. Zeker als je met scherpe scharen werkt, doe dat toch voorzichtig. Kijk, aan de binnenkant gaan we ook heel even. Oh, ik zal aan de andere kant hem inzoomen. Kijk, die paar haartjes die er dan nog uitsteken, die knip ik dan ook nog een klein beetje mee af. Kijk, je controleer ook de mondhoeken even goed of daar ook alles weg is. Dan is dat ook weer goed.
afgeknipt. Nou, de losse haren even uit de oortjes kammen. En dan gaan we nog even een stukje hals afwerken. Dus even de andere kant doen, want deze kant heb ik natuurlijk geknipt. De andere kant is nog niet geknipt. Dus dan wil ik even een stukje... Kom maar. Ja, dan zit die stang in de weg, hè? Kijk, dit stuk. Kijk, als je koker in de salon krijgt, dan heb je dit eerst geplukt natuurlijk. Hè, al voordat je gaat wassen, is dat geplukt en uitgerold. Kijk, bij haar was het natuurlijk al gedaan, dus dat kon ik niet laten zien, omdat er gewoon geen wol onder staat. En dan gaan we dit randje wat hier nog uitsteekt, dat gaan we nog even bijwerken. Nou, zei je net iets wat bij ons in de salon dus niet gebeurt, want wij wassen altijd de kokkers van tevoren. Wij wassen de kokkers voordat we ze gaan plukken. En of dat nou Amerikaan of Engels is, alle honden gaan bij ons gewoon eigenlijk standaard in bad. Nou, doe jij dat niet dus? Nee, ik doe bij kokkers werk ik eerst alles voor. Eigenlijk ook het kokkerhaar blijft ook gewoon veel langer nat. En als ik er al de helft af heb, dan ben ik ook zo klaar met veunen. En voorwerken heb ik altijd zo gedaan. Okay, ja, dus heb je het wel eens anders geprobeerd? Ja, ik probeer het ook andersom. Want als ik mijn hondwedstrijd klaarmaak, dan staat hij in volle vacht met alles erop en eraan. Nou ja, dan ben ik echt wel een half uurtje lang bezig om hem droog te krijgen. Omdat er gewoon zoveel haar nog op zijn hoofd staat. En om al die randjes echt goed te kunnen drogen. Ja, ook bij de tenen alles goed te kunnen drogen. Dus wat ik sowieso van tevoren altijd doe is die voeten al even een beetje inkorten. Het haar onder de voeten weghalen. En het hoofd alvast scheren. En sowieso altijd die rug al van tevoren al ontrollen. En wat er uitgeplukt kan worden, dat pluk ik er dan al uit. Nou, de meeste kokkers die bij mijn salon komen, die komen iedere 6 tot 8 weken. En dan hoef ik ze eigenlijk ook niet altijd helemaal uit te plukken. Want het blijft altijd redelijk kort. Dus dan is het eigenlijk een kwestie van ongeveer een kwartiertje, 20 minuutjes. Even een beetje alles bijwerken eraf. Snel de voetjes even voorwerken, hoofdje scheren en dan staan ze in bad. Dan staan ze eigenlijk binnen het uur staan ze gewoon altijd in bad. Ik vind dit wel heel grappig. Kijk, Justin, die jullie allemaal wel bekend. Kijk, die staat al een half uur naar zijn moeder te kwispelen. Omdat hij zeg maar gewoon een ander hondje op schoot heeft. En ja, dat is natuurlijk voor Justin niet zo heel erg leuk. Maar ja, goed. Zo, dus nu hebben we de overgangen even bijgeknipt. En dan is hij eigenlijk klaar aan deze kant. Kijk, dus dan hebben we de hals netjes clean gemaakt. En doordat we hem gelijk wat verder opknippen, wordt hij ook gewoon mooi slank. Ze moeten gewoon een mooie, slanke, lange hals hebben. En nou, zij heeft dat wel. Die kan je nog meer benadrukken door het ietsjes verder weg te scheren. Mooie voeten eronder knippen. Kom maar. Ik vind het fantastisch. En dan wordt dat het eindresultaat. Ik zal even een andere kant gaan staan. Nou hoef je niet meteen helemaal in de spagat, hè. Oh, ik zal je een stukje terugzetten zo. Dus dan is ze voor de helft eigenlijk nu geknipt. Nou, ik vind zo hem... Zo wordt het dan.
Ik vind hem fantastisch geworden. Ik wil heel even wat reacties horen van mijn meiden hier. Wat ze ervan vonden. Ja, dat weten ze niet, maar dat gaan we wel even doen. Oh, ze heeft hem nog even bijgenomen, want... Fon? Ja? Onder de indruk? Ja, ik vind het heel leerzaam. Ik heb zelf één Amerikaan in mijn salon. En met behulp van elkaar ben ik dat aan het leren. Dus ik vind het heel interessant. Absoluut, ik heb hier veel aan. Okay. Ja. Vond het... Angelique is moe in de hoofd, die weet even niet meer wat, ik vond het heel... wat ze moet zeggen. Ik vond het heel leerzaam. En Karen, ik wil je heel, heel hartelijk bedanken dat je de moeite hebt genomen om naar onze trimsalon in Den Haag te komen. Graag gedaan. Ik hoop dat iedereen er ook inderdaad wat aan heeft. En mochten mensen nog vragen hebben, stuur me gerust een pb'tje via Facebook. Like ook even mijn Facebookpagina. Graag rond de Trimsalon Noedels Heren Gewaard. Absoluut. En wil je je kokkertje mooi getrimd hebben, dan kan je daar ook voor, altijd voor terecht bij mij in de Trimsalon. Dan heb ik nog één vraag. Doe jij ook voor andere mensen een hondenshow klaarmaken? Want ik weet hoeveel werk het is. Maar ook daarvoor kunnen ze dus bij jou terecht. Ja. Ook voor het show klaarmaken van eigenlijk bijna alle rassen in de spanielgroep. Setters en retrievers kunnen ze bij mij terecht. Zijn je nou chocola maken? Ik hoorde je chocola maken. Chocola maken? Oh nee. Voor... Je zei waarschijnlijk show klaarmaken. Show klaarmaken. Okay. Ja. Ja. Het zal een accentje zijn. Nou, ik wil nog even een laatste shot maken. En ik wil alle vloggers heel hartelijk bedanken dat ze weer kijken naar mijn vlog. Ik vond het echt onwijs leuk om te doen. En ik wil Karen nogmaals heel hartelijk bedanken. En nou, jullie allemaal tot de volgende vlog. Doei! Doei!